Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde Play 20 uur met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering was de aflevering een beetje kort, sorry daarvoor. In deze aflevering gaan we gewoon verder, want in de vorige aflevering hebben we heel Clone Galaxy gedaan. Ik noem het expres Clone Galaxy, want dat was één grote Clone Galaxy. We hebben Bonefin extra eventjes gedaan. En laten we maar eens even gaan kijken wat deze level 36 is. Ik moet zeggen, gisteren was een super gezellige dag. Ik heb echt een topdag gehad. Voetbal was natuurlijk heel erg Seaswide Galaxy. Oh, ik haat deze Galaxy, maar dat vinden jullie allemaal leuk. Maar, ik heb dus behoorlijk lopen juichen, want het was een hele spannende wedstrijd. Dus mijn stem is een beetje weer aan de krakerige kant, maar ik heb zoiets van, dat houdt mij niet tegen. Ik ga gewoon opnemen. Sterker nog, het is een dubbelopname, want ik heb namelijk nog een extra video voor vandaag gepland staan. Dus, ik hou het wel heel erg spannend voor jullie. Maar goed, buiten dat, we going after Guppy. Guppy? Het is maar wat je een Guppy noemt. Dat wil dus weer zeggen dat we dus weer van die voice cracks krijgen. Dat we een... Ja, dat horen jullie bijna niet. Maar dat maakt niet uit. Goed. Hi. Hoe gaat het met jullie allemaal? Hallo. Hoi. Hey, Captain Toad. Je krijgt binnenkort je eigen spel. Daar zitten we ook niet op te wachten. So that brute that's been causing trouble. Oh. Toad voice, hè? Toad voice. So that brute and the spin causing trouble? Yeah, well, I'll teach him! Oh, echt waar, Toad? Ik wil jou wel zien proberen. Maar er is er dus eentje. Oh, wat? Met wie moet ik praten? Moet ik met jou praten misschien? This is one awesome loop of notion, but the big brute is causing trouble. Nou, weet je wat? We gaan wel eens eventjes een babbeltje maken met die brute als hij ons nu doodmaakt of zo. Tenminste, ik hoop dat hij... Hi. Ik hoop dat hij ons niet aan zou vallen, dat zal nogal gevaarlijk zijn. Dus, je hebt wel een hele blije bakkes. Hallo, meneer Blije Bakkes, hoe gaat ie? Now, who do we have here? You're some friends of those pingwings? Let's get something clear here, Landwalker. This is mine, see? see? If you want it back, show some girls and make it through 8 rings. Oh, fijn. Ik haat swimming levels. Oké, nou, ik ben niet bang voor jou, dus als het goed is, kunnen we hier ergens een Koopa Shell krijgen. Waardoor dat we dus... Kom op, pak hem. Oké. Dan hebben we een beetje snelheid. En zo kunnen we makkelijker achteren maken. Dan hoeven we ook ons geen zorgen te maken over zuurstof of iets. Moet wel uitkijken natuurlijk, want je kunt hier uitvallen. Je kunt dus zeg maar uit de wereld vallen hier, door per ongeluk door zo'n muur te komen. Oké, nou, dan hebben we ringetje ver. Wat is dit? Majora's Mask? Superman 64? Wat is het met spelletjes en door ringen heen zwemmen? Of door ringen heen vliegen? Ik bedoel, ik snap het niet. Oh, hi. Ik bedoel, waarom is het altijd... Hier, de kijker, hebben we hem al, hè? De voice... Nou, stem! Laat mij eens even niet in de steek. Maar ik bedoel maar gewoon te zeggen, anders ga ik gewoon een hele lange stem praten, zodat ik heel lastig van een voice... Krak! Luigi, stop met alles! Dat was creepy. Maar, wat is het dus met spellen en non-stop gewoon dat je door ringen heen moet zwemmen? Ik bedoel, ik sniep het niet. Het is nog niet eens moeilijk! Was dat het? Serieus, al die moeite. Gewoon, nou ja, moeite. Ik noem het nog niet eens moeite. Hier, kijk. Dat deed ik expres. Nou, verder kan je het zeggen. Auw, je hoeft niet te bijten. Wat ben jij, Mexicaans, slechte verliezer? Not bad for a landwalker. Well, I'm a fish of my word. The sea is all yours, buddy. En dan zeggen ze tot haaien gemeen zijn. Nou, op zich valt er wel mee, blijkbaar. Maar goed, we hebben dus deze set te pakken door een paar Superman ringetjes heen te zwemmen. Wat dus eigenlijk helemaal nergens op sloeg en dus eigenlijk een gratis ster voor niks was. Het lijkt wel gewoon van, oh, je hebt heel veel sterren die je niet aankent omdat ze voor jou te moeilijk zijn. Prima, we gooien er hier een paar makkelijke sterren in zodat je makkelijker op de 60 kan komen ofzo. Iets in die trend. Vergeet niet, je had maar 36 sterren nodig ofzo om die wereld te openen of iets. Dus, maar goed, laten we maar eens even kijken wat de tweede ster... Ik heb hier een heel slecht gevoel over. Volgens mij is dit zo'n Luigi Cosmic Challenge. Omdat je aan de blauwe ster... Underwater Cosmic Luigi Race. Ja hoor.
Tenminste, iemand die had dat gereageerd in de comments. Op het moment dat er zeg maar een... aan de kleur tot je kon zien wat voor ster dat het was. Speedy Run, Daredevil en al die dingen. Dus dit keer is het dus weer een Underwater Cosmic Luigi Race. En ik heb geen flauw idee waar we naartoe moeten. Blijkbaar heeft het met zwemmen te maken. En ik haat zwemmen zoals iedereen dat weet. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Hopelijk faal ik niet zo heel erg als in Clone Galaxy. En als je op het juiste moment dus op A drukt... Oh boy. Dit gaat er fout. Dit is niet goed. Oh, je hebt speed boost. Oh nee. Ik heb echt veel meer speed boost nodig nou. Dit gaat fout. Oh boy. Ik lig eruit. Ach ja, dan wordt het maar een you lose complicatie weer, zoals altijd met dit soort klote dingen. Ah, ik was zo dichtbij. Oh nee, ik lag zo goed op mijn wolken. Oh nee. Oh, ik lag bijna voor. Oh, waarom doe ik elke keer die backflip? Kom op! Nee! Oh mijn god, nee! Oh! Nee! Oh, damn! Ah, zo dichtbij! In your face! Oh! Zo dichtbij gelukkig. Oh, ik dacht dat hij springt er bovenop. Net op het moment dat ik de ster aanraak of zoiets. Iets in die trend. Oh, dat was ergens een ster tot nu toe ooit. Oh, de ster in dit level was zo erg makkelijk. En dan krijg je in één keer zo die prankster comment. En dan ga je gewoon echt iets van 6 keer dood of zo. Daar word je ook niet vrolijk van. Jeetje. Dat was echt een onmenselijke ster. Goed. Dat is een sterretje nummer 2. Faster than a speeding penguin. Terwijl het is een penguin race. Zit allemaal race. It's a race. Maar alsof dat we alleen maar moeten racen hier. Ja. Oh ja. Faster than a speeding penguin. Faster than a speeding race. Oké, met welke maloot moeten we nou weer gaan praten? Zeker met jou, mijn rare eieren. Hi. We've got a penguin race started here soon, want in? Ja hoor. Alright, this race is on. Like Donkey Kong! Ik weet niet wat we moeten doen, maar blijkbaar moeten we winnen. Nou, dit zal wel vast en zeker niet zo erg zijn als die Cosmic Luigi dinges race. En volgens mij op het moment dat ik een shell heb... Kom op. Of is het de bedoeling dat ik die dingen tegen anderen aan ga gooien? Ik bedoel... Nou ja, ik zie je niet met een... Oh. Luigi! Denk erom, hè.
Ik weet niet, is het de bedoeling dat ik die ding tegen een ander aan ga gooien ofzo? Of is het gewoon de bedoeling dat ik zo snel ben? Gooi mis. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Ach ja, weet je wat? Ik haal hem gewoon in. Pro, professional. Professional surfer. Ik heb die Luigi knuppel heb ik opgeslagen dus. En ik ben eerste. Ik neem aan dat je niet de schilder tegen hun aan hoeft te gooien dat het niet zo'n Mario Kart 8 lookalike iets is. Tenminste, daar ga ik vanuit. En hier hebben we een speed circle. Altijd handig om die even mee te nemen, ook al sta ik al eerste. En mijn tijd is waardeloos, dus ik ga nog niet eens vragen van hebben jullie een snellere tijd. Want ik ga er gewoon vanuit dat jullie een snellere tijd hebben. Oké, nou, waar is de finish line? Oh, is dat de finish line? Yay, goal! Net zoals gisteren, hè? Oké. Voice crack van hier tot het begin. Ja, we hebben de gold medal en de gold medal is een star. Yay! Weet je hoeveel ik wel niet gefaald heb? Ik bedoel, weer zo'n ster die ze makkelijk geven. Dit is gewoon van, oh hier, welkom in dit level, hier heb je een ster. Vergeet je eigenlijk niet, die pranks comments hier die zijn echt hard. En er zit er hier nog één. Niet om te spoilen ofzo, maar er zit er hier nog één. Echt serieus, er zit er hier nog één. Goed, dus wij zijn sneller dan een ster. Of ja, ik wil een Hungry Luma is appeared. Oké, dus dat is weer een extra leveltje. Dat is alleen maar heel erg handig. Maar aangezien dat we er was ongeveer 10 minuten in deze aflevering zitten, denk ik dat we gewoon nog heel eventjes een extra sterretje erbij doen. Want op zich, deze levels zijn heel erg kort. Deze sterren die hou je gewoon binnen 2-3 minuten. Maar joh, en niet klaar. Ik bedoel, we hebben al 3 sterren in korte tijd. Een beetje progress kan geen kwaad. De Silver Stars of Seaslide. Oké. Hebben we het dus over hele makkelijke korte levels gehad. En nu krijgen we dus het probleem dat we dus zeg maar lange levels gaan krijgen. Ja. In dit level 5 van die Silver Stars die zijn verspreid over dit landschap. Dacht je tot sommige dingen al erg waren? Nee, dit is eigenlijk een beetje de ergheid. We hebben hier ook een B-suit. Dus zoals je dus kunt zien, je hebt die wolken en ja, als bij Luigi kun je dus niet tegen water. Handig om dat dan te plaatsen op een waterplaneet. Maar goed, je wil dat wolkje hier wil je dus gebruiken zeg maar om eventjes ergens naartoe te kunnen vliegen. Want zoals we weten, op water kunnen we hier staan. Logica is op zijn best. Maar goed, we hebben dus zeg maar een heel klein planeetje daar in het midden. En dan vraag ik mij af of ik daar gewoon naartoe kan vliegen. Dat kan ik proberen. This was a very dumb idea. Don't ever do this. It will kill you. Niet slim. Nadat iedereen nou zo'n hoofdpijnmomentje heeft gehad van oh mijn god, meen je dit serieus? Heeft hij dat zojuist gedaan? Sorry daarvoor. Hopelijk hebben jullie een koud handdoekje bij je voor die facepalm die waarschijnlijk toch is plaatsgevonden. Dat wolkje is bedoeld om deze niet te pakken te kunnen krijgen. Dus we hebben onze eerste ster nou al te pakken. En dan mogen we op zoek naar die andere. Oh, en het ergste is, de bijenvorm die is hier heel erg belangrijk. Dus je kunt echt gewoon, je moet overal naartoe vliegen zonder het water te raken in een waterlevel. Dun. Er zit hier eigenlijk nog een extra bonus, hè. Er zit hier namelijk nog een Hungry Luma, die eventueel nog eten kan geven. Dus, het ligt eraan hoe lang ik hiermee bezig ben. Ik heb daar, zeg maar, een ster die we moeten pakken en toeschieten. Zo. Want daar zit dus, zeg maar, zo'n sterrending. En die moeten we dus natuurlijk verzamelen voor de gewone ster. Maar er zit hier dus een extra bonus, hè. Dus, hou daar rekening mee. Oké, dan mag ik. Ik wil naar die. Luigi. Ondersteboven vliegen is niet handig. Zeker niet als het je kan killen. Dus don't do it. Ga naar die. Kan ik nou helemaal niks vandaag? Ik moet daar naar die launchster. Sheesh. Oké, dus die Hungry Luma die zullen we dadelijk dan doen. Wat? Cannonster Blast! Ja, ik heb ze eigenlijk nog niet eens uitgelegd, heel die cannons, hoe dat ze werken. Nou, heel erg simpel, je springt erin net zoals een Mario Bros. Sorry! Oh, don't kill me!
Oké, dus we komen hier bij boom nummer 2. Als ik niet vergis, zit hier een step boven. Daar zie ik er nog eentje boven zitten. Er zit er nog eentje op het eiland. En er zit nog heel erg veel op... of ja, veel. Nee! Er zit er nog eigenlijk eentje, zeg maar, op dat bomenparadijs wat we dus, zeg maar, in het begin van de intro zagen. Ik ben hier zo geen liefhebber van. Want gewoon het feit dat je dus bijna niks kunt doen bij de geitenmelder. If you want to see the captain, just use his land star. Oh, dus die brengt me niet naar dat middelste punt toe. Dude, ik heb jouw schild even. Ik heb jouw schild even nodig, ja? Ik scheld met schild. Nou. Starbits? Serieus? Hoe kom ik in het midden? Ja, woehoe! Toad, help me eens eventjes uit. Looking good. Juist, nou, dankjewel. Dankjewel voor het compliment. Dat had ik nodig. Daar voel ik me echt heel erg blij om. Daar heb ik nog geen ster. Oh, kus de... Stomme... Yeah. Oh. Dit level haat mij. Oké, nou, ik... Wil je daar? For the love of Batman die fietst op een pogo stick. Er is echt heel veel fout met die zin. Maar, wil je daarmee kappen? Serieus, ik heb nog maar één hitpoint. Ik heb er geen zin in. Ik heb er problemen mee. Oké, dus... Hier opklimmen... En dan hebben we sterretje nummer 3. Oké. Okay. Nu moeten we dan... Moet daar een boog toe misschien? Wie zit daar boven? Kan ik daar halen met vliegen? Nee. Oké. Okay. Misschien zit hij onder water dan wel eens. Ik wil erbij niet meer zijn. Ik ben er helemaal bij mee. Ik bedoel, niet blij mee. Ik bedoel... Jullie snappen wat ik bedoel. Nou, even kijken. Kan ik hier nog even wat onder doen? Ik heb hier inderdaad een heel erg mooi rondje zitten. En dat rondje, daar kunnen we dan doorheen. Nee, hier zit niks. Maar ja, sowieso zou ik hier niet als bij doorheen kunnen komen zonder, zeg maar, nat te worden. Dus, misschien zit er iets in die game of zo. Een secret to everybody. Dat we dan, zeg maar, ons eigen daar naartoe teleporteren of zo. Of dat er een ondergrondse tunnel is. Of een secret tunnel. Of weet ik voor wat is. Oh, eens even kijken. Hier even langs kijken. En daar hebben we die lelijke smikkel. Ja, daar trappen wij niet in hoor. En dan aan de andere kant. Daar hebben wij ook nog zo'n lelijke snikkel. Oké, nee dus. Ik ben helemaal totaal... Eventjes... Mijn weg kwijt. Ik weet echt absoluut niet hoe ik daar in het midden moet komen. Ik weet dat er in het midden daar die vijfde ster zit. Hoe de frick kwam ik daar ook alweer? Nou, in ieder geval gaan we hier eventjes stijlvol onderdoor zwemmen. En hier hebben we dus die grote boom. Maar hier zit ook nog een heel onderwaterconstructie. Dus misschien dat daar dan een secret of zo zit. Wie weet. Nou, hebben jullie muntjes toevallig? Wat brengt die mee naartoe? Hi! Stop daarmee! Hi! Laat ik even melden. Hey Jake, remember there's nothing between here and the lighthouse. Nou, leuk voor je. Wat brengt deze mee naartoe? Oh, wacht eens eventjes. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Oh mijn god, zo ga je daar dus naartoe! Oké. Yay! Doe me een beetje denken aan Mario 3D World. Maar die bestond eigenlijk niet. Oh nee, geen spikeballs. Als ik nog één keer geraak word, moet ik alles opnieuw doen. Als ik nog één keer geraak word, moet ik alles opnieuw doen. Daar heb ik echt geen zin in. Oh, en? Geef. Donder op! Jee. Ja, duut, ik weet het ondertussen wel. Boef. Oké, nou. En dan pakken we hier even de zarbits en... Volgens mij zat hier dan die... Juist, kijk, hier zitten die shiny dinges. Krijgen we een warfster om weer terug te kunnen gaan. En wat heeft deze oude Farfetch te zeggen? There's all kinds of hubbub in Seaslide. What's going on? And I said, hey, yeah, yeah. Oké, die grap hebben we al gehad. Sorry, maar... Hij begon. Nou, hier hebben we dus, zeg maar, die boom. En op die boom, daar hebben we dus weer een bijpower-up. En daar kunnen we dus, zeg maar, de laatste ster vinden. Nou, hoop ik...
niet geraakt geworden. Waar breng jij eigenlijk mij naartoe? Daar zit hij! Oh, die brengt me weer terug naar de kapitein. Ik wil niet naar die kapitein. Die kapitein stinkt, die is lelijk. Die heeft soep in zijn haar. Ik weet nog niet eens of Toots haar hebben, maar hij heeft soep in zijn haar. Oké, nou, misschien kan ik wel terug met de bijenvorm. Ik denk dat ik daar een bijenvorm voor nodig heb, dus ik ga het gewoon proberen. Oké, dat was echt irritant, sorry. Dan naar die steen. Oké. En nou naar die boom. Je kunt het, Luigi. Vlieg je vleugels er vanaf. Of iets in die trein. Oké. Nou, dan kunnen we hier dus zeg maar ons bijpakje weer opvullen. Mocht het nodig zijn. Ik kan natuurlijk geen backjump doen met Luigi. Ken ik niet. Omhoog! En op onderen jij. Welkom to No Planet. Ik haat die spinnen. Weet je wel, ik negeer gewoon alles en pak gewoon die sterren. En waar verschijnt die sterren eigenlijk? Pak hem gewoon. Oké, de 5 zilveren sterren maken 1 gouden ster. En die springt dus terug daar naartoe. I don't care. Ik vlieg er gewoon naartoe. Zie mij met mijn pro-bijen-skills, want ik ben geen newbie meer. Zie mij gewoon naar die ster toe vliegen. Want ik, echt serieus, heb het helemaal gehad met dit stomme stinkwater-level. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Waar we dan natuurlijk die Hungry Loom daar zouden pakken. En ook gelijk de Hungry Loom maar buiten. Dus dank jullie wel voor het kijken. Hoop jullie dan te zien. Niet vergeten, vandaag komt er nog een special upload. Hoop ik. Ik hoop dat ik het voor elkaar ga krijgen. Druk. Gaat wel goed komen. Voor de mensen die de voetbalwedstrijd hebben gemist. Nederland had gewonnen met 2-1. Echt in de laatste 5 minuten was een hele spannende wedstrijd. Dus ja, ik ben er ook heel erg enthousiast over. Ik heb een hele gezellige dag gehad. Maar er is meer over in een andere video die ik nog ga maken. Dus ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!